Een gezond levensstijl zal ertoe leiden dat nierziekte zal afnemen. Daarom moet de overheid meer investeren in educatie hierover. Dit zegt nefroloog Subhas Gurdat in het kader van de Internationale Nierendag, die vandaag wordt herdacht. Volgens Gurdat krijgen steeds meer mensen in Suriname nierziekte. Landelijk zijn er ruim 800 personen die dialyseren. En volgens de nefroloog zijn er meer nierpatiënten die die richting opgaan. Gurdat zegt dat er meer moet gebeuren dan alleen medicijnen toedienen aan de patiënten. En dat helpt niet. Dat heeft duidelijk bewezen dat het niet helpt. Want we hebben dus nu 40-jarigen met hartinfarcten. We hebben 40-jarigen met amputaties van benen. Dus dat het toedienen alleen van medicijnen op de poli, 5 minuten, 10 minuten contact met de arts, dat heeft geen zin meer. Dus het heeft meer zin als je de patiënten zelf de educatie gaat. Wij moeten als zorgverleners en de overheid moet dus nu naar de patiënt toe. Wij moeten dus dan gaan bundelen. Ik denk aan de Nierstichting, Vereniging van de Patiënten. We moeten dan gaan bundelen met de Diabetesvereniging van Suriname. We moeten dus dan een vereniging van medici, we moeten bij elkaar komen en moeten we dus dan buurtorganisaties ook mee betrekken om dan eigenlijk per buurt nu te gaan een voorlichting te geven. Als ik u zeg dat bepaalde patiënten die naar hier komen van één straat, eenzelfde straat zijn, dat er mensen dialyseren en één straat 3 patiënten zijn die in één straat wonen op Lelydorp. Dan zeg ik je al veel. Dus we moeten eigenlijk nu dat ding per buurt gaan behandelen. Net een soort verkiezingscampagne. Gurdat zegt verder dat diabetes de meest voorkomende oorzaak is van nierziekte in Suriname. Hij geeft aan dat 90% van de gevallen van nierziekte door diabetes en hoge bloeddruk wordt veroorzaakt. Problemen van de nieren die beginnen eigenlijk pas wanneer de nierfunctie in procenten ongeveer beneden de 20% gaat. Dan pas zie je dus dat er problemen beginnen te ontstaan en dan gaat die klachten geven. Dus die hele 80% dat je eigenlijk aan het verliezen bent, heb je geen problemen. Je voelt ook niet. Daarom wordt het ook de silent killer genoemd. En pas wanneer je dus dan meer dan 80% hebt verloren, dus 20% ongeveer, en daar beneden, dan beginnen de eerste symptomen te komen. Het meest belangrijkste voor onze Surinaamse gemeenschap is het schuimen van de urine. Een schuimende urine, net als zeepsop, dus net alsof je bier misschien hebt geschonken, die witte schuim, dat is een teken dat er eiwitlekkage is. En ik wil niet altijd zeggen dat er eiwitlekkage is, want het kan ook in contact zijn bijvoorbeeld met toiletafwasmiddelen, et cetera, en dat het gaat schuimen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar in meestal wanneer het dan bij een diabetes en die een schuimende urine heeft, betekent dus dat die verder moet gaan laten onderzoeken. De nefroloog benadrukt dat een gezonde levensstijl waarbij zoutarm eten, sporten, stoppen met roken en alcoholgebruik, diabetescontrole en gewichtsreductie goede stappen zijn voor patiënten om hun nieren te beschermen. Echter is voorkomen beter dan genezen, waardoor kinderen nu al opgevoed moeten worden met een bepaalde levensstijl en voedingspatroon om zodoende nierziekte te kunnen voorkomen.